Dus ja, volgens mij is het belangrijk om als je ergens aan twijfelt, dat je eigenlijk start het nog voor de twijfel. Als je al twijfelt, heb je al iets heel goeds gedaan. Bij artikels die je tegenkomt en je merkt, oh, dit roept bij mij veel emotie op, of dat kan positieve emotie zijn van ja, ik ben het hier super hard mee eens, of juist, oh, het maakt me bang of het maakt me verdrietig. Daar ligt denk ik eigenlijk het alarmbelletje dat af moet gaan. Omdat dat waarschijnlijk een teken is dat er emotionele taal gebruikt wordt. En dat je juist niet gaat twijfelen. Want dat is wat heel veel desinformatie en misinformatie probeert te doen. Om jou juist niet te laten twijfelen. Hè, dus ik denk dat belangrijk is. Om jezelf daar alert voor te zijn. En als je dan aan het twijfelen bent, hoe kun je dat dan gaan controleren? Praten met andere mensen over, denk ik, is heel belangrijk. Bedenk ook, wie zou hier iets van af kunnen weten? In mijn eigen sociale netwerk, die je ook vertrouwt, waar je dat mee kunt bespreken. Daarnaast zijn er denk ik een aantal standaard tips die je zeker mee kunt geven. Wie heeft het geschreven? Ken je die persoon? Als je die persoon opzoekt, ja, wat is dat dan? Is dat dan een politicus of is dat een expert op een bepaald gebied? Of is dat gewoon iemand die je voor de rest niet kent, een blog alleen maar heeft, waarbij niet helemaal duidelijk is wie dat is? En wordt zijn standpunt door andere mensen ook gedeeld? Kom je dat heel veel tegen of kom je dat maar één keer op het internet tegen? Als je dat in Google intypt, dat gaat ook een groot verschil maken. En denk dat daarnaast, ja, er zijn zo een paar standaard zaken. Als het te mooi is om waar te zijn, of als het hele simpele oplossingen biedt voor een heel complex probleem, dan is het waarschijnlijk niet waar. Of bron, foto, video wordt gedeeld. Dus dat is denk ik iets wat je zeker ook naar fact-checking mee kunt nemen. Nu, het grote verschil is volgens mij de context waarin dat gebeurt. Op het internet is het vaak veel minder duidelijk van wie of waar een bron vandaan komt. Als daar iemand iets deelt dat in jouw feed terechtkomt, dan ja, zegt die naam jou waarschijnlijk niet direct iets. En kun je dat ook niet meteen terugvinden. Terwijl bij historische bronnen of bij een krantenartikel of een boek, is dat veel makkelijker eigenlijk om te doen. Hè? Dat zijn dingen die uitgegeven worden en waar je dat heel makkelijk kunt achterhalen. Terwijl op Facebook of Instagram is dat veel, veel lastiger om te doen. Dus ik denk dat daar ook wel een verschil zit. Zeker iets wat ik daarmee wil geven bij studenten, is dat je dat je daar zelf kritisch naar leert kijken. En ook het grondidee accepteert dat alles per definitie gekleurd is. Dus dat alles wat je op Facebook ziet, op een manier jou iets bij jou probeert op te wekken. Ken je? En in een fractie van een seconde maak jij een besluit. Maar ook als je het besluit maakt om het niet dieper te gaan bekijken, sla je het ergens in je hoofd op. En morgen sta je, nou ja, niet morgen in deze situatie, maar sta je op café of je bent met iemand aan het praten die je kent. En die haalt dat aan. En gaat daar. Ergens in je hoofd wordt dat dan getriggerd. Oh, ik heb dat ook ergens op Facebook gezien. En zo ontstaat er eigenlijk stiekem een beeld. Ondanks dat je je daar niet goed in hebt verdiept, gaat dat beeld toch ontstaan. Dus alles wat je op Facebook ziet, ja, gaat wel in, ga je ergens opslaan en mee proberen nemen, denk ik. En daarnaast, ja, waar ga je dan in verdiepen? Ja, ik ben heel erg allergisch voor politiek getinte berichten die geadverteerd worden of gesponsord zijn. Je kunt dat nu gelukkig wel heel duidelijk zien op Facebook. Je kunt dat ook uitschakelen. Dus ik denk dat dat een filter is die ik in ieder geval instel om de gesponsorde berichten van allerlei politieke partijen uit te zetten.
ja, dat in de instellingen goed in de gaten te houden, dat ik ook bepaalde dingen niet zie. Omdat ik ja, daar geen nood aan heb om dat op mijn Facebook tegen te komen. Dus dat doe ik. En daarnaast... ja, ik ben inderdaad wel redelijk afhankelijk. En dat doe ik expres van kranten en van media waarvan ik weet dat daar uitgevers of redacteuren achter zitten. Die dat in ieder geval controleren op feitelijkheid. Dus dat vind ik wel belangrijk. Tegelijkertijd ja, creëert dat ook een soort van blinde vlek in je eigen wereldbeeld. Hè, van de misinformatie die je juist niet te zien krijgt. Waardoor er misschien de kloof ook wel groter wordt met de mensen die het wel die misinformatie zien. Dus ja, goed. Absoluut. Ik denk dat het ook interessant is om wel een beeld te krijgen van welke informatie er allemaal is. Er zijn heel wat factcheckers op allerlei verschillende niveaus. Je hebt bijvoorbeeld Factcheck Vlaanderen, die dat voor Vlaamse nieuws natuurlijk doet. Voor het Nederlandse nieuws heb je ook nieuwscheckers. Zij leveren ook heel goed werk. En dan ga je een beetje de trappen vergroten. Je hebt de Snopes. Zij doen dat in Amerika. En voor heel veel Amerikaans nieuws, daar kun je echt vaak zaken over Trump en Biden spotten, heel politiek, maar ook over popsterren, dat allerhande misinformatie over wordt verspreid. En in Europa heb je ook, hoe heet zij, EU factchecken? Nee. EU versus desinformatie? Denk ik. en zij doen dat in ieder geval voor het Europese nieuws. Dus ik denk met die vier heb je wel, die hebben allemaal een eigen insteek. En daar zitten ook alle vier. De Nederlandse en de Vlaamse, die werken alle twee ook met studentenjournalistiek. Dus die hebben eigenlijk een heel groot peloton van checkers die ze kunnen inzetten. En dan, ja, je gaf het net zelf al aan, een aantal kranten en nieuwsmedia die dat doen. Je hebt de VRT die hun stukje over check heeft, dat zeker tijdens corona hebben zij heel vaak allerlei factchecks gepost. Ook de KNAK zet daar, vind ik zelf, heel erg goed op in, met vaak best uitgewerkte, diepe factchecks over van alles en nog wat in het nieuws. Waar je misschien bij factcheckers wel moet opletten, je hebt een beetje twee soorten factcheck. Je kunt het nieuws, de kranten, het journaal gaan factchecken, of je kunt berichten op social media gaan factchecken. En alle twee heeft denk ik zijn zin. Maar in deze context is het denk ik interessant om vooral te kijken naar degene die de social media berichten gaan factchecken. Ja. Ik ga actief op zoek naar nepnieuws. Eentje die ik zelf, die volgens mij veel zegt over de mechanismes daarachter en die ik zelf ook gewoon fantastisch vond, was een bericht. Deze moslima zingt een prachtig lied, Miley Cyrus Wrecking Ball. Krijgt daardoor allerlei doodsbedreigingen in Nederland. En als je dat gaat factchecken, en dan kom je erachter dat dit een Maleisische superster is, maar omdat zij ja, in Maleisië woont en wij dus die totaal niet kennen, kun je dat heel makkelijk volledig uit zijn context halen en daar een totaal verzonnen verhaal eigenlijk bij gaan bedenken. En het leuke was ook dat kwam van een website die Niet 100 heet. En Niet 100 heeft al in 1000 verschillende spellingen, benamingen bestaan. En wordt iedere om de 10 botten, worden zij van Facebook gesmeten. Maar ze blijven altijd terugkomen, dus... Dat is een soort van absolute anti-helden in het fake news verhalen.